Op zaterdag 8 december heeft de stichting 8 december traditioneel een herdenkingsplechtigheid gehouden op het binnenplein van het Fort Zeelandia. Het programma omvatte verschillende presentaties, waaronder zang en declamatie. Dominee Naomi Nesselo Klaver ging voor in gebed. De voorzitter van de stichting 8 december, Sunil Umrao Singh, bracht zijn gehoor terug naar 8 december 1982. Hij gaf aan dat 36 jaar geleden op de plek waar ze stonden, het Fort Zeelandia, de leugen van de 20e eeuw is geboren. Namelijk dat deze vermoorde 15 zonen van Suriname een complot beraamden en een bruggenhoofd waren voor een invasie met medewerking van de United States Central Intelligence Agency, de CIA, en dat zij in de nacht van 7 op 8 december op de vlucht zijn doodgeschoten. Deze leugen echter hield geen stand en sneuvelde in de rechtszaal gedurende het 8 december moordproces, waarin de waarheid werd onthuld. Umrao Singh sprak zijn erkentelijkheid uit aan het adres van de rechterlijke macht, die volgens hem moed en integriteit heeft getoond bij het uitvoeren van het proces van gerechtigheid. Hij gaf verder aan dat, hoewel ze niet weten wat het uiteindelijke oordeel zal zijn, er geen twijfel over bestaat dat de schreeuw voor gerechtigheid van de slachtoffers van 8 december 1982 een steun in de rug is van zij die recht spreken. De overwinning van de rechtsstaat kan alleen feit worden wanneer alle, in dit geval het Openbaar Ministerie met al haar werkarmen, het Hof van Justitie, de Orde van Advocaten, ondubbelzinnig laten blijken dat de uitkomst van elk rechtsproces eerbiedig moet worden. Tot zover Sunil Umrao Singh, voorzitter van de Stichting 8 december, afgelopen zaterdag in het Fort Zeelandia tijdens de herdenkingsplechtigheid.